Doornen. Vandaag gaan wij het over doornen hebben. Het woord komt 52 keer voor in de Bijbel. De doornen symboliseren mogelijkheden en negatieve energie. Wij kijken nu naar de betekenis van het woord. Vloek. Nadat Adam en Eva Gods gebod hadden overtreden, waardoor zonde en dood in de wereld kwam, verklaarde God hun sommige van de grote consequenties en effecten van hun eigen zonde, de vloek. De aarde begon doornen en schadelijk onkruid voort te brengen, zodat dit zwoegen, zweet en tranen meebracht voor de mens, voordat hij ervan kon eten. Vijandig mensen. Voor het volk Israël was het belangrijk om bezit te nemen van het beloofde land. Het zou er niet zomaar komen. Ze moeten het met strijd winnen. De huidige bezitters worden daarom vergeleken met de doornen. Kwade mensen. Toen David zijn laatste woorden uitsprak, sprak hij over het ongrijpbare leven van mensen, omdat hun leven het licht van God niet kan verdragen. Het volk. Ezechiël woonde te midden van de ballingen in Babel, waar hij zijn roepingsvisioen kreeg toen hij echter met zijn taak dacht te moeten beginnen, ontmoet hij onwil bij het volk waarvan hij schrok. Het volk werd vergeleken met doornen. De weg van de verkeerde. Hier in de Spreuken symboliseert het woord doornen iemand die wel bewust een verkeerde weg opgaat. Hij wordt vergeleken met een doorn en een streek. Je moet er ver vandaan blijven om niet in zo'n doorn te trappen of in de streek verwaard te raken. Een doornen kroon. De kroon die van goud had moeten zijn, werd een kroon van doornen, een symbool van de vloek. Hoe groot is zijn liefde dat hij zo'n kroon wilde aanvaarden om ons die in zijn vergevende liefde geloven, een gouden kroon te kunnen geven. Verkeerde geest. Doornen kunnen dus een symbolische aanduiding zijn van mensen met een verkeerde geest. Het kan gaan om woorden die verwonden en de ziel beschadigen en kwellen. Laat ons bidden. Lieve Jezus, U hebt niet geaarzeld om de doornenkroon op uw hoofd te laten plaatsen. Door uw bereidheid hebben we vergeving ontvangen. Zegen ons met de kracht om uw liefde te verstaan. Amen.
Thank you.